De verschillende gezondheidscentra zitten zonder aids-testen. Dat geeft Nisa Reiger, verpleegkundig coördinator van Stichting Lobby Health Center, vandaag aan op Wereld AIDS-dag. Vanwege de internationale COVID-maatregelen zijn de testen nog niet geleverd in Suriname, zegt Monique Holtuin, HIV-focal point van het ministerie van Volksgezondheid. Vanuit het nationale AIDS-plan zijn er 4 verschillende sneltesten. Het is inderdaad zo dat een HIV-orale sneltest op is. Maar er zijn nog 3 andere testen die de testsites kunnen gebruiken als backup, zegt Monique Holtuin, HIV-focal point. Nisa Reiger, verpleegkundig coördinator bij Stichting Lobby Health Center, bevestigt dat het center 2 weken terug de laatste sneltest heeft uitgevoerd, maar dat zij nog geen nieuwe testen heeft gehad vanuit Volksgezondheid. Los dat we een reproductieve gezondheid kliniek zijn, zijn wij ook eigenlijk een visiting site. En we zijn dus ook gebonden aan het Nationaal AIDS-programma. En het is heel belangrijk dat mensen hun status kennen, dat ze de voordelen kennen van het vrijwillig counselen en testen. Dat ze weten, als ze getest zijn, hoe ze verder kunnen leven. Ongeacht het resultaat negatief of positief zou kunnen uitkomen, dat ze dan weten hoe ze verder kunnen gaan met hun status, met hun partners en hoe ze verder kunnen leven. U zei net al, het was een van de dodelijkste ziektes vroeger. Gelukkig nu niet meer, omdat er nu remmers zijn. Er zijn medicatie waarbij men dus heel lang en gezond kan leven. En natuurlijk, ook al zijn mensen dus negatief, ze moeten proberen negatief te blijven. En degenen die risico hebben opgelopen en die misschien geïnfecteerd zijn geraakt, voor hun is de medicatie er, die dan moeten zorgen dat ze hun medicatie heel secuur moeten innemen en trouw moeten zijn aan hun medicatie. Holtuin zegt verder dat de sneltesten heel gevoelig zijn en dat de resultaten van de tweede en soms de derde test noodzakelijk zijn voor een juist resultaat. Reiger benadrukt dat het belangrijk is dat mensen hun status kennen. Verder vraagt zij om het stigmatiseren en discrimineren van personen achterwege te laten. Het is vandaag Wereld AIDS-dag, 1 december. En het is natuurlijk een belangrijke dag dat mensen hun status kennen. Dat er ten aanzien van stigma en discriminatie, dat men echt achterwege moet laten. Want de mensen zijn al positief. Het gaat wel de goede kant op, omdat de medicatie er is. Ze kunnen langer en gezond kunnen leven. Maar desondanks zijn de visiting sites er, waar mensen kunnen testen. Het testen heeft voordelen. Toch? Als je komt testen, dan weet je hoe je verder kunt gaan. Je kent je HIV-status, je weet hoe je verder kunt gaan. Je kunt je partner beschermen. En natuurlijk... je kunt dan verder gaan. En het is een belangrijke dag ook voor mensen die wereldwijd, die ook zijn overleden aan HIV en AIDS, die dan ook voor hun, hun medemensen, zich dan ook houden van oké, het is zo'n belangrijke dag. Dat zij natuurlijk ook hun omgeving, ook hun status kennen. En zich natuurlijk houden aan gezond leven en zich houden aan condoomgebruik en natuurlijk op tijd gaan testen. Dat was Nisa Reiger, verpleegkundig coördinator van Stichting Lobby Health Center. We spraken haar in het kader van Wereld AIDS-dag vandaag. Het thema is Global Solidarity, Shared Responsibility. En de boodschap vanuit Volksgezondheid is Sapulibi Tekatest.